Het is nu nog een bouwput, maar je krijgt al een aardige indruk van hoe het gaat worden. Dit wordt duinzicht. En dit wordt heidezicht. Het stukwerk, dat is allemaal niet zo netjes glad. Dat heeft gewoon, dat heeft leven, daar zit een verhaal in. En als de mensen van buitenaf weg zijn, dan staat er iets wat hierop lijkt. Maar dan is het nog steeds niet goed genoeg. Dan komen onze eigen decorateurs met speciale technieken en die gaan het dan helemaal Efteling maken. En dan gaat het er ook lijken alsof het er al jaren staat. En dit wordt boomzicht. 6 huisjes in de natuur die hier tussen de bomen doorgebouwd worden, ook in overleg met natuurorganisaties. Maar het is niet altijd dat de Efteling en de natuurorganisaties op één lijn zitten. Om het park bereikbaar te houden, denkt de Efteling aan een nieuwe toegangsweg. Misschien wel dit bospad. Midden door natuurgebied het Loonse Land. Maar dat is voor natuurmonumenten niet aanvaardbaar. Wij snappen dat de Efteling wil groeien. Maar de vorm waarin ze nu, waar ze nu voor kiezen, ja, dat is wat ons betreft een brug te ver. De Efteling is eigenlijk Natuurpark de Efteling. Dus voor ons is natuur ook een heel belangrijk onderdeel. Ik denk dat dat altijd boven blijft drijven in de plannen die wij maken. Volgend jaar zomer gaat het Loonse Land open. De kamers zijn al te boeken. Volgend jaar kerst zit al vol.